de nieuwe digitale samenleving. Dit ecosysteem staat voor een fundamentele verandering, eigenlijk voor heel Europa, waarin we ondernemers in staat willen stellen om maatschappelijke thematiek binnen het ecosysteem op te lossen. Dat doen we in de regio Utrecht. Hilversum is daar ook onderdeel van. En dan moet je denken aan problemen binnen de maatschappij, zoals het vertrouwen van de democratie, het kunnen verifiëren van informatie, het verwijderen van filterbubbels, data weer veilig maken en content weer vertrouwd. ROM Utrecht Region biedt via de verschillende I's de mogelijkheid om een ondernemer een fase verder te helpen. Dat zijn innoveren, internationaliseren en investeren. En bij innoveren doen we dat door verschillende organisaties aan elkaar te koppelen. En zo creëer je eigenlijk unlikely partners. En het ecosysteem wordt hierdoor versterkt. Bij internationaliseren helpen we een ondernemer om in het buitenland een nieuwe markt te betreden of naar Nederland toe te komen en zo een goede fit met het ecosysteem te krijgen. En bij investeren, de naam zegt het al, we proberen te investeren in ondernemers en via die weg een fase verder te helpen. Door het New Digital Society ecosysteem in te zetten als de belangrijkste aanjager van positieve gedragsverandering, hopen we eigenlijk een nieuwe digitale samenleving te creëren waarin iedereen kan deelnemen en bijdragen in zowel Nederland als Europa.